even een paar goede trainen aan het prepareren. Zowel door als ik ze zelf graag samengesteld, zo had willen hebben of zou willen hebben. En tegelijkertijd om waar Quinten interesse in heeft, het is al besproken, ook alvast klaar te zetten. Deze is dan zo goed als klaar. 5 zeevisje. Die zijn er allemaal 5. Bruine, even kijken, ook 5 volgens mij. Wagentjes 5. Platte wagens ook. Kolenbakken ook. Zeg maar alles. Goederen trainen op de rails, dat ik even weer een beetje moet arrangeren om het een en ander te parkeren. Dit gaat weg als setje. Of ik bouw er nog een goedere treintje omheen, zodat er 10 reetuigen zijn. Dus dit is nog even in behandeling. Stommetje dat ik tot het laatste houden even. Ik ga ook een goederen train mee bouwen. De Volkswagen, vooral voor de 60-jarige periode. Goede herinneringen aan. Mijn vader heeft 3 kevers gehad. Dus de Volkswagens bleven tot het laatst. Die gaan ook allemaal naar Quinten toe. Dat begrijp ik ook wel. Zou ik ook doen. Probeer het maar te verkopen ervoor. Maar dat lukt dan wel, denk ik, voor sommige zaken. Maar ik denk dat het maakt goed. Dat gaat niet lukken. Nou, een trainer die eigenlijk voor Quinten ook is. Dus die kunnen we ook apart zetten. Nou, waarom wil ik dat nou ook allemaal zo graag? Ik wil graag ook mijn treintafel een keertje gaan veranderen. En weer bezig gaan met treinsamenstellingen tekenwerk 3. Jongen, ik leg het vast. Dat is altijd prettig voor ons allebei, denk ik. En ik denk dat dat allemaal dusdanig redelijk is dat er... Dat het ook wel openbaar mag, wat mij betreft. Dan die kinderbussen naar 7,5. Wisseltje. Ik zet hem.
kolenbakken ook weer voor 7,5 geloof ik. Deze busjes dan 5. En deze Mercedes 5. Ik dacht het, maar ik weet niet zeker meer. Het kan ook 3 zijn. Ja, voor die busjes en die Kibri Turk 5. Alle 4. Ja, en de platte wagens, wat er 10 afgesproken, geloof ik. En de gesloten wagens keken we ook nog eventjes naar. Maar het zal ook niet meer als 7 of zo worden. Van Roco, hè, allemaal. Met kortkoppelingsmechanisme, dus het zijn wel de ja, goede modellen. Ik zeg, ik probeer het maar te kopen. En bovendien, aan het einde van de rit wordt er toch meestal weer wat van afgetrokken. Is altijd postkostenvrij. Dat lijkt wel een verkoopkaartje. Het is het ook een beetje. Maar ook weer niet echt. Misschien het belang. Het is toch meer of meer een gemeenschappelijk belang. Zo wil ik het wel, zeg maar, geregeld hebben. Met Quinten dan. Ook met anderen. Maar dan gelden uiteraard andere normen en andere prijzen. Oh, sommige twee. En daar koppelt hij natuurlijk wel makkelijk aan vast. Ja, goed, dit is hem dan. Even nog voor de volledigheid. Morgen ook nog even digitaal spuiten. Dat is weer een stuk makkelijker. Moet je zien. Dacht ik dat ik de V80 ook al een decoder in had gezet, maar zo niet, dan zie je ook meteen dat een decoder ook wat energie gebruikt, waardoor een collega locomotief, in dit geval de V100, een stuk langzamer reed als de V80. Dus ik hou hem even tegen, op een hele lullige manier. Ik zal het zo even laten zien. En het is kantelen met mijn hand. Dat de V100 een beetje een leuke voorsprong heeft. En dan laten we die V80 ook los. Ik zeg morgen, ik heb nog een decoder als er geen decoder in zit. Dus dan kan ik morgen zo met deze 217 vertaal rijden. Dus het even om te laten zien. Maar dat kan zij om ze in ieder geval ook terzijde te zetten. Ik ga ze nog niet inpakken. Dan zijn ze professioneel om ja, wat willen trainen op te rennen. En dan vind ik het dit leren en wat willen trainen op zomer. Ja, toch fout. Voor die universele Roco-koppeling. Ik vind het toch niet zo universeel als de titel zegt. Best wel een pittig sleepje met twee metalen vleesband, oude vleesbandtransporters. Maar die vleesbandtransporters zijn ook weer ideaal voor de Viking Mercedesen. Dat is meet op 3.
rent van deze vorm rond. Ja, een stopstuk. Hè? Dan word ik hem toch weer heel onsympathiek stoppen met mijn hand. Maar nu ga ik hem eerst stoppen met de transformator. Zo. Ik stop even helemaal met filmen trouwens.